Goed, test, test, 1, 2. Welkom bij een nieuwe episode van Goated Podcast. Zoals je ziet, zit ik alleen. Joris zou hier om 7 uur zijn. Het is nu 7:15. En ik heb tegen Joris gezegd dat hij er om 7 uur mocht zijn. Is niet gebeurd. Dus ik dacht, weet je, ik zet het gewoon maar aan. Want na ons is een programma wat om 8 uur begint. Ja, daar komt hij net aan. Komt hij net aan. Goedenavond. Goedenavond. Wat brengt u hier zo laat? Ik wil mijn excuus aanbieden voor mijn slechte time management. Maar ik ben er wel. Graag gedaan dat ik er ben. Cool. Heb je me gemist? ja, cool. Cool. Mag mijn jas uit, dan mag ik eerst even comfortabel raken dan. Ja, sure. Alle tijd, tuurlijk. Doe rustig aan, joh. Ik ben nog op tijd, dus weet je, tijd is relatief, wist je dat? Tijd is relatief. Ik ga je vertellen waarom tijd relatief is. Vertel het me. Je bent pas te laat ten opzichte van anderen. Dus als jij gewoon niet nu hier was, zou ik op tijd zijn. Weet je hoe ik het zie? Boeit me niet. Boeit me niet. Zo. Wil je nog even klappen voor de synchronisatie, alsjeblieft? Dat duurt meestal ook 5 minuten met jou. Hier, ga je al. Cool. Zo, Oké, yalla. Hey, welkom zo. Ten eerste, dames en heren. Ik heb het allemaal al gedaan. Nee. Ik heb het allemaal al gedaan. Heb je ook gezegd dat je nog niet zwart was? Ik heb al doei gezegd. Terwijl. Maar heb je gezegd dat je niet zwart was? Nee, dat is jouw taak. Dames en heren, welkom terug bij de enige echte Goated Podcast. Update. Waarom doe je enige echt alsof de versie van net fake was? Zo van, nu ik is het echt. Want ik zeg het. Cool. Update. Sylvan is nog steeds niet zwart. Klopt. Ja. Ik ben iets later. Ietsje, kwartiertje. 20 minuten eigenlijk. Maar maakt niet uit. Iets later komt omdat ik... ja, zeg het eens. Zo komt het dan. Ik ben heel benieuwd waarom jij te laat bent. Leg het eens uit. In Egypte zou ik op tijd zijn. Ja, klopt. Maar we zijn in Leeuwarden en het is koud en het is kut weer. En we hebben het helemaal gezien. Ik kan niks aan doen, man. Het zit gewoon in mijn bloed. Bro, je bent vergeven. Want oprecht, we hebben 9 afleveringen gemaakt. Ja. Dat is dus 9 keer 2 weken in principe, onder 2 weken. Dus 18 weken ben jij redelijk op tijd gekomen. Dus, dank je. Geen stress. Ik waardeer je mindset. Maar maak er geen normaliter iets van. Nee, ik zou niet durven. Want dit gaat allemaal van onze opnametijd. Nee, ik zou niet durven. Ik zou echt niet... Je moet begrijpen dat jij degene bent die zeikt voor langere afleveringen. En dat jij degene bent die ervoor zorgt dat de afleveringen korter zijn. Ja, dit is heel manipulatief hoor. Want nu doe je alsof ik de bad guy ben. Nu doe je alsof ik de bad guy. Hoezo? Ik noem niemand een bad guy. Ik jawel, zeg alleen... Jawel. Luister, cool. Sylvan. Cool, ja. Ik ben blij dat je bent. Ik ook. Ik heb je gemist. Ik heb je vandaag helemaal niet gezien, inderdaad. Hoe was dat? Is het ook dat als ik er niet ben, dat er een bepaalde iets mist? Zeg gewoon ja, alsjeblieft. Je moet zo die ja. Vandaag, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik kon vandaag niet echt plaatsen, dus ik zou het niet weten eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Je kon het niet plaatsen? Nee, ik kon niet echt plaatsen. Hoezo kon je het niet plaatsen vandaag? Omdat jij het niet was, Joris. Wil je dat horen? Ja, cool. Dat wil ik gewoon bij horen, deze man. Bij deze man. Nee, maar dus, oké, dus in andere woorden, of ik er nou ben of er niet ben, er is geen verschil. Vandaag niet. Maar er zijn dagen geweest dat het wel zo was. Er zijn dagen geweest, luister, dit is alles wat je uit me krijgt. Er zijn dagen geweest dat het wel zo was. Vandaag niet. Vandaag niet, nee. Want? Niet. Want? Wie heeft je vandaag vermaakt dan? Wie was mijn vervanger? Oké, patch op. Als je weet, dan weet je. Patch op, we hebben een probleem nu. Jij en ik, of... Cool. Joris, patch op, het enige wat ik ga zeggen. Cap. Patch op, cap. Niet cap. Oh, nu snap je hem, hè? Nu snap je hem. Patch op, we gaan op jacht. Lekker, bro. Oké,
Bro. Waar gaan we het over hebben vandaag? Ik had wel iets in gedachten. Oh, vertel het eens. Als je wil dat ik het gooi. Graag zelfs. Oké, het is zelfs een verzoek van een luisteraar. Nee, meen je? Ja, ik meen zo, het. We hebben gewoon stappen gemaakt nu. We hebben stappen gemaakt, zeker. Okay. Wilt die persoon anoniem blijven? Ja, denk het wel. Ah, is cool. Is er niet, dat weet je zo. Sowieso lof naar jou. Cool, we gaan verder. Lof. Wat was de verzoek? Ik weet niet waar je naar wijst. Je zwaait naar je beeldscherm. Naar de omgeving. Naar welke camera moet ik kijken trouwens? Dat is hem vandaag. Jalla. Oeh. Nee. Soms vooral, je ziet die lijntjes zo bobbelen. Ja. Je ziet het hier. Je ziet precies hoe goed die was. Oké, maar gooi hem. Ik ben benieuwd. De vraag is eigenlijk heel simpel. Het is een vraag. Geen stelling. Ja, je kan het ook in de stelling. Oké, praat. Cool. De vraagstelling is, hebben dromen een betekenis? Hebben dromen een betekenis? Wil je context of wil je gewoon antwoorden? Wat wil je doen? Gooi maar context. Gooi maar context? Yes. Oké. Ik weet niet echt precies meer wanneer dit is. Zeg maar, oh ja, ik weet het. Ik onthoud mijn dromen nooit. Nee. Ik zit me even om niet te zorgen, hoor. Als het voorkomt is het heel zeldzaam en is het ook heel vaag. En dan ben ik het eigenlijk na een dag weer kwijt. Zie. Daar had ik volgens mij een gesprek over met haar. Haar. En toen zei zij... Toen zei zij, ik onthoud mijn dromen wel heel vaak en ik denk ook dat ze betekenis hebben. Dus zei ik, oké, interessant, betekenis als in wat? Mm. Betekenis als in, het geeft je een boodschap. Er zijn sommige mensen die er zelfs in geloven dat dromen dingen kunnen voorspellen. Mm. Je kent wel van die verhalen toch, van muizen en zo of ja, zo. Als je een kat ziet of zo, zoiets toch? Wat? Sorry? Ja, als je een muis of zo ziet in je droom, dat dan iemand doodgaat of zo. Ja, of je hebt gewoon te veel Tom en Jerry gekeken. Kan ook, ik weet dat niet. Dat kan ook, ja, precies. Maar goed, oké, ik kwam daar dus mee en ik zei ja. Betekenis weet ik niet, maar ik weet wel dat ze iets zeggen over je leven. Omdat dromen zijn jouw gedachten. Heel goed gezegd. Dus... Inderdaad, ik vind ook inderdaad, dromen is een soort van weerspiegelingsmoment van wat je eigenlijk daadwerkelijk denkt of voelt. Ja, misschien wel inderdaad. Klopt. Maar als je zegt, ze geven een betekenis, dan zou je ook dus zeggen dat het ongeveer een visioen is. Zo zou je het kunnen stellen. Het is een hele brede vraag. Ja, het is een hele brede vraag. Dus. Ja, Ja, dat is lastig. Ja, nee. Ga je uitleggen, ja? Leg maar uit. Nee, in de zin van, ik heb wel eens gedroomd dat ik in de oven werd gestopt. Dat is oprecht. Ik wou iets ervoor nog vertellen, maar dan wordt het te persoonlijk. Maar ja. Het kwam erop neer dat ik het heb gedroomd dat ik in de oven werd gestopt. Mm-hmm. En doodging. Oh, dat is niet zo leuk. Nou, doodgaan je wel. Natuurlijk wel. Kom op, zeg. Door de oven, nee. Dat is niet door minder. De oven. Nee. Nee, ik ben wel een snack, snap je? Dus ik snap wel dat het is wel ergens... Alsjeblieft, praat door. Alsjeblieft, ga gewoon door. Please, stop. Ga door. Oké. Okay. Mooi zo, die camera daar. Oké, okay. Dus in andere woorden, als je mij gaat Nederlands. Als je tegen mij gaat zeggen... Ja, die droom heeft betekenis dat ik in de oven werd gestopt. Ja. Dan zou ik alleen kunnen zeggen, oké, ik weet inderdaad, ik ben een snack die zou me op willen eten. Cool. That's it. Dus ik denk niet dat daar een diepere betekenis in zit. Nee. Zou je dromen over, even nadenken, iets heel persoonlijks, iets heel wat diep bij je ligt. Dan zou het komen, dan zou ik wel kunnen zeggen dat je dat droomt. In de zin van, dat je iets ziet wat je hebt moeten zien. Ja. Snap je? Ja. Maar ik geloof niet in die hele diepzinnige shit van, oké, okay, dit droom ik. Dus 1 plus 1 maakt vierkant en vierkant zegt, ik ga over 3 minuten zwanger worden of zo. Heel goed. Dat is echt gelijk heel extreem. Maar ja, snap je? Dat denk ik niet. Wat denk jij dan? Ik weet het niet. Ik vind het lastig, want dromen zijn gewoon jouw gedachten. En daar hamer ik vooral heel erg op of zo. Ik weet niet wat het is. Want je hebt ook wel van die websites die dan zeggen, als je zo droomt, dan is het wetenschappelijk bewezen dat... Mm-hmm. En daar geloof ik op zich wel in. Ja. Maar ja. Ik niet. Dat kan. Nee, kan. Ja, de wetenschap het mag heel, het is een heel dun lijntje. Nou, de wetenschap mag echt op zijn knieën gaan voor mij. Echt, dat boeit me. Cool. Maar ga verder. Ja, nou ja, mijn punt is gewoon van... als we niet dromen, gaan we ook dood. Waarom denk je dat? Dat is zo. Wie zegt dat? Dat is zo. Want, de wetenschap? Nee, let op. Wie anders? Stephen fucking Hawking of zo. What the fuck? Pablo Escobar. Pablo niet... Escobar, ja. Ga vertellen. Hoezo? Nee, ik ga het je uitleggen. Het is volgens mij, ik weet ook niet zoveel van, ik weet evenveel als jij denk ik, maar het is ooit wetenschappelijk bezig dat je dromen zijn zeg maar je hersenen die een schoonmaak doen, als het ware. Dus heb je dus alles wat ze die dag hebben moeten verwerken, want dat is heel veel.
verwerken ze dan, zeg maar. Dus stel, je pakt geen slaap, dan wordt dat per dag ook steeds... Daarom is het ook, als je hoe minder slaap, hoe chagrijniger je wordt of hoe minder scherp je wordt, zeg maar. Dat komt allemaal doordat je hersenen geen schoonmaak hebben gehad. Ik geloof er niet in. Volgens mij, nou kan, maar volgens mij is dat zo. Ik geloof er echt totaal niet in. Oké, waarom niet? Omdat dat is wel voor onzin, want het zou dus betekenen, iemand die geen slaap heeft, droomt dus niet, dus die gaat dood. Nee. Jawel. Het is niet gelijk dat je het is niet gelijk dat je na één dag doodgaat. Dat zeg ik helemaal niet. Ik heb ook niet één dag gezegd. Nope. Maar jij zegt, niet dromen is dood. Nee, want je droomt altijd. Je droomt altijd. Als je slaapt, je droomt. Het is het verschil tussen... Wil je me uit laten praten alsjeblieft? Want je gaat cool. snel. Cool. Luister, ja, oké. Okay. Cool. Niet dromen is dood. Mm-hmm. Oké? Okay? Ja, iemand nee, die niet slaapt, droomt niet. Mm-hmm. Dus dan zouden ze zeggen dat iemand die nooit niet slaapt, dus ook niet droomt, dus diegene die niet slaapt, gaat dood. Nee. Want er zijn mensen die 3 dagen niet slapen of zo hebben volgehouden. Dat is ook menselijk mogelijk, maar een hele week of een hele maand niet slapen, dat kan haast niet zonder middelen. Dat is het meer. Wat is er nou? Wat is er? Dit is echt serieus. Dit Zoek is zo. Het nu op? Ja, ik ben aan het kijken. Heb je je scherm aan of niet? Nee. Hier, iedereen droomt, ook jij. Ondanks dat we onze dromen meestal niet kunnen herinneren, doen we allemaal zo'n 2 uur per nacht. Ja, ik zie niks, maar het zal wel. Nou. Ik lees het wel voor. Verdeeld over ongeveer 5 tot 7 dromen die tussen de 5 en 45 minuten duren. In totaal hebben we dus allemaal zo'n 2000 dromen per jaar. Nou, cool. Een droom is eigenlijk een projectie van een film van je eigen gedachten. Tijdens het dromen zijn weer hele andere hersengebieden actief dan anders. Dit zorgt voor een omgedraaide verwerking van informatie. We nemen geen informatie waar van de buitenwereld, maar ontvangen juist van binnenuit informatie van onze hersenen. Een droom is dus eigenlijk gewoon een hallucinatie. Iedereen hallucineert dus pakweg 2 uur per nacht. Dat is het in principe. Er staat niks bij over... Dus we zijn het sowieso over iets eens. Dat dromen een weerspiegeling zijn van je eigen gedachten. Gaan we daar ook een feestje over vieren? Of... Dat komt de laatste tijd wel vaak voor. Wat? Dat we het eens zijn met elkaar. Vind ik leuk. Nee, vind ik niet leuk. Oh, cool. Ik vies. Wist je het zelf? Wist je het zelf? Cool. Wat is de laatste droom die je kan herinneren, Sylvan? Weet ik niet. Echt niet. Niks. Nee, echt serieus niet. Nee. Maar wat is er nou? Waarom moet ik altijd in deze podcast een antwoord geven die goedgekeurd wordt door jou? Waarom moet je nou altijd zo doen? Ik weet het niet, bro. Echt niet. Je kan geen enkele droom herinneren. Nee. Niks. Nee. Je liegt. Ik lieg niet. Je liegt. Nee, echt niet. Je kan geen enkele droom herinneren. Ja, van jouw 16 dode jaren heb je geen enkele droom kunnen herinneren. Ik kwam uit mijn bed toen ik een kind van 7 was of zo. Mm. En ik kon mijn moeder niet roepen. Zo. Die was heavy. Ik riep, maar ik riep niet. Snap je? Wat? Je riep, maar je... Hetzelfde als je wat stoot, maar je bent heel langzaam. Snap je? Gewoon dat je rent onder water. Mm. Dat je slaat onder water. Mm. Snap je? Dat had ik. Dus dat je gewoon keihard schreeuwde, maar kwam geen geluid uit. Ik vind het wel grappig dat je... Dat was mijn nachtmerrie nummer 1. Ja. Ik vind het wel echt heel grappig dat je het hebt over dromen. Ik heb laatst al wel gedroomd. Gay. Ik wist ook dat je dat zou zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar oké. Okay. Ja. Nou. Het was geen plezante droom. Oh. Maar misschien ben je er gewoon nog niet achter, Joris. Nee, ik was echt boos op jou. Ik was echt boos op jou. Was je echt legit boos? Echt, ik werd die dag wakker. Ik was gewoon instant boos. Ik dacht gewoon sas. Zo van een shit. Ik werd die dag wakker en echt waar, ik twijfelde even of ik wel moest praten met jou die dag of niet. Waarom? Het is een droom. Ik heb niks gedaan. Het boeit me niet. Maar hier, dit bedoel ik dus van een droom. Link je dus al heel snel aan realiteit. Natuurlijk. Ja, maar dat is dus iets met je hersenen. Ja, maar het komt omdat... in je droomt wel, maar je hebt toch nog wel emotie. Ja, snap klopt. Je? Dus ik heb wel eens... Vergeet even jouw droom. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik heb heel vaak dat ik droom en dat ik die emotie voel en dan wakker word met die emotie. Ja, klopt. Heb ik ook. Ik heb ooit gedroomd dat iemand doodging en de volgende dag zag ik diegene. Ik was legit verbaasd. Zo. Ja, het is zo, ja. Dus van, oké. Okay. Oh, cool, je leeft nog. Cool. Nee, de meeste dromen die ik heb, is waarin ik heel boos ben.
Maar geloof jij er dan niet een beetje in? Dat dat iets zegt over jouw karakter. Wat zou dat moeten zeggen? Als ik boos ben? Ja, dat ik ben altijd boos, bro. Ik heb je nog nooit blij gezien. Nog nooit. Jawel, jawel. Ja, als je realiseert dat je miljonair of zo wordt. Maar that's it. Wat moet je dat nou weer zeggen? Nee, maar kijk. Gewoon statistisch gezien en realistisch gezegd gewoon. Ben ik altijd boos? Nee, maar er zit wel een deel frustratie in je. Klopt. Mede dankzij mij. Ja, ik zou dat niet allemaal op jou inzetten, maar... Klopt. Je bent wel een deel. Ja, maar je bent wel prikkelbaar. Ja, klopt. Oké. Daar ben ik het mee eens. Geloof je dan niet een heel klein beetje in dat jouw droom daar op weerspiegelt? Een klein beetje. Goed. Ik geloof oprecht dat dat een weerspiegeling is, want inderdaad... Oké, maar ik ga er niet omheen praten. Ik heb heel veel ingebouwde woede. Ja? Heel veel. Oké, ja. En ik denk inderdaad dat in het moment dat ik droom... Dat het inderdaad een soort van reflectie is van hoe ik me voel. Dus daarom ben ik ook altijd boos in mijn dromen. Ja. Maar dat die dromen een betekenis heeft, weet ik niet. De betekenis is dan... Dat je boos bent. Je bent boos, ja. Je droom die klukt, knok. Maar ik wist wel dat ik boos ben. Maar kijk, ben je echt zo boos? Dat is gewoon wat je droom zegt. Maar nu lijkt op Lijpen, die gewoon altijd boos is. Ik was al lang boos. Ja, dat is al lang boos. Ik was al lang boos. Ja, dat is echt al lang boos. Maar dat Lijpen, is dat 101 bar 2016. Snap je nu wat ik bedoel? Je kan het heel breed pakken. Ja. Dus de betekenis achter die droom is, hey, jij bent nee, boos. Nee, maar ik denk dat we dan een verkeerde woord gebruiken. Ik denk dat het een weerspiegeling is. Nee, het is ook een reflectie. Ja. Maar een betekenis zou dus voor mij, ik zou dat als interpreteren als in, oké, ik ben dus heel boos en ik heb gedroomd en ik was boos op jou. Dus een andere woorden, 1+1 maakt vierkant. Er is iets waardoor ik boos ben op jou. Snap je? Of er gaat iets gebeuren waardoor snap je? Ja, precies. Ja. Maar nee, daar geloof ik ook niet. Daar geloof ik ook niet in. Want als we gaan kijken, ik heb niet een specifieke reden om boos op jou te zijn. Wel aan om te irriteren, want dat ligt gewoon... per dag vaak genoeg reden om boos op mij te zijn. Ja, maar niet interne boosheid. Niet interne boosheid. Nee, gewoon externe, sarcastische, cynische boosheid. Nee, ik was niet sarcastisch. Maar waarom ben je boos als ik zeg ik weet het niet? Waarom? Want je moet gewoon antwoord geven, man. Wat doe je nou weer mysterieus? Je moet gewoon... Kijk, dit maakt mij boos. Geef gewoon antwoord. Als ik jou vraag 1+1 is 2... en jij zegt... ja, maar het hangt er vanaf van de inhoud. Dat maakt mij boos. Zeg gewoon, het is 2. Cool. Mag. Ja. Kijk, plus ik zou nooit zo boos worden. Plus je gezichtsstructuur irriteert mij. Is cool. Cool. Het irriteert beetje me. Cool, ja. Ja. Weet je, soms klamp ik me zo erg vast aan de uitspraken die je hebt gedaan in het verleden, waardoor ik denk van, hij vindt het niet. Hij vindt het niet. Hij vindt het gewoon niet. Oprecht, ik heb af en toe heb ik gewoon echt mijn dag niet. Dan kan ik jou echt niet aanstaan. Ja, echt? Of gewoon, ik kom op school en ze, fuck jou, met lelijk. Fuck jou. Ben ik niet. Van, hij heeft een paar jaar terug iets anders gezegd. 2 jaar geleden heeft hij gezegd. Snap je? Dat is niet onzekerheid, maar dat is gewoon van, fuck jou. Gewoon fuck jou, het is niet zo. Het is gewoon niet zo. Nee, maar nu doe je alsof ik een hele slechte guy ben. Ik ben heel vriendelijk. Maar wat zijn nou over alles wat je... Nee, grapje, je bent wel echt vriendelijk. Maar soms, dankjewel. Heel soms ben je gewoon even niet vriendelijk tegen mij. Vind ik minder. Maar dat ligt aan je gezichtsstructuur, man. Daar kan ik niks aan doen. Dat is echt jouw eigen schuld. Cool. De manier hoe je ademt irriteert mij ook gewoon. Maar waarom moet je dat nou gewoon zo doen? Doe gewoon normaal. Ja, ken je die Drake memes? Ken je die Drake memes? Nee. Echt niet? Nee. Zoek nu alsjeblieft op. Drake memes? Drake memes. Weet je toch Drake, de rapper Jake van... ja, op Kiki, TikTok of op do you love me? Weet? Op TikTok? Moet je opzoeken? Nee, gewoon op, doe maar gewoon op Google Images. Drake ja? Memes. Kiki. Oh, ja, je bedoelt die met die zo. Nee, niet die. Ik ga laat je zien. Drake, the type of guy. Zulke memes. Oh, die. To say easy peasy lemon squeezy. Jij bent die guy. Dat je denkt dat je light skin bent of zo. Wees jezelf. Jij bent die guy. Die dan gaat slapen. Dat geluid gaat maken. Echt waar. Bibbidi bobbidi boo. Who ask you? Zo guy ben jij. Cool. Dat vind ik echt tof. Ja, weet je, ja. Cool. Is cool. Maar dat is niet erg. Nee, maar het is cool. Ik wil het wel zwart-wit opzetten. Zo, weet toch? Zo van, ik waardeer je wel. Cool. Als mens. Cool. Waar waren we gebleven over dromen? Ik wil het graag hebben over dromen. Ik wil graag over jouw dromen.
Hier, maar dit bedoel ik. Dit zijn dus mixed signals waar ik dan weer boos van word. Snap je? Hier word ik boos van. Zo word je boos van. Moment is het, fuck jou, fuck jou, fuck jou, je bent lelijk, je bent lelijk. En daarna is het van, I love you baby. Gewoon. Zeg je nou dat ik toxic ben? Ja. Zeg je nou dat ik toxic ben? Joris, jij bent toxic. Nee. Maar de goede soort. Niet de goede soort. Ik ben die extra peper. Ja, ik dacht er laatst over na. Vertel. Vandaag nog dan. Oh. Een paar uurtjes terug zelfs. Ik dacht over na. Er was zo'n guy die zei, ja, als je jezelf omringt met mensen die alleen maar zeggen dat je het goed doet, ga je niks bereiken. 100. Ik was van, my guy. My guy. My guy. Soms is het gewoon iets te veel. Zo. Nee. Geen genade. Je gaat me laten bedanken. Cool. Maar kijk, tuurlijk. We moeten elkaar supporten, maar we moeten wel realistisch zijn. Snap je? Dus als jij naar school gaat... Maar ik weet dat je het niet meent. Bepaalde dingen meen jij gewoon niet. Ik kan nu iets gooien, maar het is te persoonlijk. Oké, okay, het is te... ik ga even de mic's dempie voor. Dat is gewoon serieus. Maar Mattie. Nee. Wel. Nee. Wel. Nee. Dat is gewoon hypothetisch gesproken. Nee. Ben jij die guy? Nee. Want je doet dat niet met een guy die lelijk is. Je doet dat niet met een guy die lelijk is. Dus daarom elke keer als je het zegt, denk ik, fuck jou. Nee, fuck maar jou. Nee. Maar kijk, ik kan ook zeggen, omdat ik gewoon een band heb met jou. En dat ik me comfortabel genoeg voel om dat met jou te delen. Pet. Pak een pet. Pak hem. Pak een pet, doe hem op. Met je staan je kept echt, het maakt niet uit, je kept echt te veel. Ja, maar ik heb, kijk, maar jij interpreteert het zoals jij wilt, oké? Okay? En ik heb nooit gezegd dat de reden was. Ik heb alleen gezegd dat jij die guy bent. Cool. Oké, okay, stel klopt aan. Ja? Je dempt zijn naam, hè? Stel, ja, ik demp het. Zo is cool, ik demp het. Stel, hij klopt aan. Ja. Dan had je het wel gedaan? Tuurlijk niet! Want 1, hij stinkt. Ja, hij stinkt. 2, ik ken hem niet qua, weet toch, op die level. Cool. Mij ook niet. Je kent mij ook niet op die level. Nog niet. Oh. Nog niet. Cool. Maar gaan we het ook vertellen of niet? Wat? Nee. Nee, gaan we niet doen? Nee, gaan we niet doen. Nee, gaan we echt niet doen. Nee. Oké, okay, maar ik zou ook die guy voor jou zijn, toch? Ah, ik weet niet, ik wil nog even over nadenken. Zo, helaas zei nog ja. Dus nou, wat doe je nou weer camera saai? Ja, jongens. Rustig. Maar kijk, soms hap je ook gewoon lekker, snap je? Soms hap je gewoon. En dan denk ik van, ach, arme jongen. Waarom doe je dat nou? Nee, kijk, jullie spelen te veel met mijn gevoelens, met mijn emoties. Ah, alsjeblieft. Niemand boeit om je gevoelens. We gaan door. Misschien is dat het probleem. Ja. Maar ja. Misschien is dat het hele probleem. Maakt niet waarom, uit. We leven in een harde wereld. Waarom worden jullie dan niet een keer wakker en vragen... Niemand geeft... Niemand geeft om jou. Je hebt geen waarde. Kijk, dat gaat dan weer te Je hebt ver. Geen waarde in deze dat maatschappij. Maar waarom moet je ze gewoon niet een keer wakker en denk je van... Ik ben benieuwd hoe het met Joris gaat. Laat ik even kijken en praten over zijn gevoelens. Waarom doe je dat niet? Omdat ik weet dat je dat toch niet gaat doen. Dus waarom zou ik het doen? Ja, gewoon proberen. Hou alsjeblieft je bek. Je gaat het gewoon niet doen. Als ik jou nu een berichtje stuurt... Hé, Joris. Hoe gaat het nou echt met je? Dan zeg je, hou je bek... Ja, je bek is hier op school. Ja, oké, okay, cool. Dan doe ik het toch ook niet meer. Oké. Okay. Het gaat om het gedachte, maar oké. Okay. Nee. Wel. Oké, okay, cool. Oké. Okay. Dromen. Wat voor clubpak wil je wanneer je gaat trouwen? Ik weet het eigenlijk niet. Wit? Gewoon wit? Nee, toch? Nee. Wit is wel zo, weet toch? Het is trouwens heel random, hè? Maar maakt niet uit. Ja, wit is mooi. Het is te holy. Dat is veel te veel dat. Hoeft niet. Oh, ik wil gewoon... Dus gaat het zwart? Nee, ook niet. Wit Kijk, ik vind blauw dan weer te... Nee, blauw is een beetje buschauffeur te veel, man. Blauw... Nee, maar gewoon die goeie, hè, blauw. Hè? Die gewoon die marineblauw. Maar dat is gewoon trouwen. Te standaard. Het is te standaard. Ja, je moet al in. Wit is mooi, maar het is wel zo cliché. Klopt. Dus ik zou het wel opspijzen met iets anders. Beige. Een beetje crème. Karamel. Beetje die, nee, niet karamel. Karamel is te donker. Nee, karamel niet. Een beetje van dat crème. Slagroomijs. Crème. Kebab. Gewoon met die bruine stipjes er zo op. Nee, witte streepjes als knoflooksaus. Nee. Goed. Nee. Nee, ik weet niet. Ik heb er zelf ook niet over nagedacht. Maar ik ga wel all in. Ik ga wel fancy. Ja,
Kom aan spoelen op trainingspak op je eigen bruiloft of wat. Dat zou wel comfortabel zijn. Ja, dat is wel waar, ja. Ja. Klopt. Lastig. Klopt. Dat is wel lastig. Zullen we eerst gewoon stap 1 even doen? Gewoon iemand vinden die van ons houdt om überhaupt mee te trouwen. Ik wil ook even cool praten. Je vraagt al te veel. Ja. Het is makkelijker om te praten over een kleurpak dan over een wifi vinden. Dat is waar. Ja. Zijn wifi gaat zoeken, ja? Mm-hmm. Wat is die ene karaktereigenschap? Is het hypothetisch? Want jij en ik zoeken allebei niet. Nee, hypothetisch. Ja, okay. Hypothetisch. Ja. Ik ben al bezet. De liefde van God. Ik wil gewoon ook doorgaan. Ga maar door. Ja. je zoekt een wifi. Ja. Oké. Okay. Wat is die ene karaktereigenschap die die wifi moet hebben? Geloof in haarzelf. Zo. Zelfvertrouwen. Ik denk dat jij hetzelfde hebt. Ik weet het niet zeker. Maar als het iets is, dan had ik het niet gedacht. Nee, iets anders. Wat is het? Ik vind inderdaad zelfvertrouwen heel belangrijk. Dat je trots bent op wie je bent, et cetera. Want als je dat niet bent, kan je ook niet... Maar ambitie is ook wel... Ja, maar ja. Zou ik je vertellen? Exclusiviteit. Maar is dat een eigenschap? Ja, oké, maar dat is dan van... Ze spatten uit vergeleken met de rest, bedoel je? Nee, exclusiviteit. Als in? In de zin... Ja, ik ga nu echt heel... Ja, cool. Weet je, doen een open sollicitatie, weet je, voor ja. Het weten. Exclusiviteit in de zin van... hoe zeg ik dat? Goud. Ja? Ga je uitleggen, ja? Cool, ja? Waarom is goud zo waardevol? Weet ik niet, eigenlijk. Het is een edelmetaal. Dat kostbaar is. Het is niet... Te verkrijgen. Juist. Snap je? Mm-hmm. In andere woorden, niet iedereen kan zomaar goud hebben. Klopt. Ja. Ik zie je punt. Ja. Ga maar door. Mijn wifi moet exclusiviteit hebben. In andere woorden, je moet blij zijn als ze überhaupt naar jou kijkt. Snap je? Ja, klopt. Er is een dame, ik denk dat we over dezelfde dame hebben als ik het ga zeggen. En als zij loopt, dan loopt zij... En ze kijkt ze voor geen seconde om haar heen. Toch? Soms, ik wil echt gewoon zo... Ja, ik ben hier! Kijk naar mij! Kijk naar mij! We kunnen een toekomst bouwen! Maar ze loopt en ze kijkt voor geen milliseconde naar de rest om haar heen. Waarom? Ze is gefocust op één richting. Wie ben jij? Boeit me niet. Op die tour. Een dame, dan is ze van mij, ik ben van haar, cool. En ze loopt. En jij moet blij zijn als je überhaupt naar jou kijkt. Zij moet blij zijn als ze überhaupt hoi tegen jou zegt. Op die exclusiviteit. Snap je? Maar dat bereikt ze dus gewoon door naar één punt te kijken? Of zijn er meer eigenschappen die ze dan... Nee, maar het is meer een... Nee, maar ik snap je punt. Maar ik zie dat niet in wat voor type persoon... Wat voor dingetjes daar dan bij komen. Want je noemt dat voorbeeld van vooruitkijken. Maar wat is nog meer? Want kijk wel cool als een robot vooruitkijken. Nee, maar... niet robot in de zin van... nee, ik snap je. Nee, ja, maar kijk, weer die terug naar het goud. Ja? Goud. Het is niet makkelijk te vinden. Het is duur om te hebben. Het is gewoon kostbaar. Ja. Snap je? Het is limited edition. My wife, je moet limited edition zijn. In andere woorden, ja, je hebt van die dames die zijn gewoon flirten met iedereen. Ja, klopt. Hou het van mij. Hou het. Echt niet. Kan niet. Jij en ik kunnen niet viben. Kan niet. We kunnen wel viben, maar je bent dan niet wifi voor mij. Nee, klopt. Ik verwacht pure exclusiviteit. Ja. Daarover gesproken heb ik dan nog wel een verhaal voor jou vanmiddag. Oh, cool. Want in één keer dat verhaal, of in één keer die dame gaat afstreven, maar dat komt vanmiddag wel. Ja, is goed. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, exclusiviteit. Klopt. Ja, ik weet niet. Ik vind ambitie ook gewoon heel belangrijk of zo. Ja, maar dat zijn meer... Oh, ik dacht dat ik aan had... Nee, maar gewoon, zeg maar, ik bedoel van... want onder ambitie vind ik eigenlijk zelfvertrouwen ook wel deels vallen. Ja. Omdat zonder zelfvertrouwen heb je geen ambitie. Klopt. Maar en dan ik bedoel ambitie zo van... Dit ga ik doen. Of dit wil ik doen. Nee, een plan. Ambitieus gewoon. Ja, want ik wil niet... Ik heb ook heel veel plannen. Ja, klopt. En dan als ik dan naast iemand zit die... gewoon een beetje meeruppelt. Ja, ik zie het wel. Ik... Ja. Nee, dat matcht niet. Dat vijf niet. Dat matcht niet. Klopt. Maar, ben ik toch wel echt wel... dat zijn inderdaad hele belangrijke eigenschappen. Ja. Maar ik vind dat pas belangrijk als ik zie dat je exclusief bent.
Ja, klopt. Dat komt als eerst. Maar ja, je was mij voor met dat noemen. Dus dat is nee, ik, dat is exclusief zijn. Zie ik inderdaad, al die andere boys, het boeien jou niet. Jij, ik, dat stukje diamant die niemand kan hebben. Ja. Dan gaan we kijken, ben je ambitieus. Ik wil ja, ook klopt. Iemand die een beetje, geloof het of niet, in de zin een beetje down to earth is. Ja, ik ook. Waarom? Want ik ben dan misschien heel erg zo, maar zij kan mij dan weer toch een beetje ja. in balans houden. Dus dat... Ik denk dat dat het meest onderschat is aan het überhaupt hebben van een partner. Het is geven en nemen in een relatie. Nee, maar ook van weet je, die eigenschappen, die hoeven helemaal niet te matchen. Nee, zeker niet. Hoezo moet het niet matchen? Hoeft echt niet. Nergens... We zijn pure tegenpolen. Wij zijn tegenpolen van. Maar hebben we er problemen mee? Nee. Nee. Het werkt ook heel goed. Ja, het werkt heel goed. En die zou denken, op zwart-wit zou je denken, die twee nooit. Die twee nooit zwart op wit wij. Nee, ik denk het. Maar dan zet je ze samen. Dan denk je van, oh, dit werkt verrassend goed. Ja, dus een wifey hoeft helemaal niet... Nee, ik zei soms, maar was grapje. Ja, toch. Was grapje, ja, was toch. Grapje, ja, was toch. Grapje. En wifey hoeft helemaal niet dezelfde persoon te zijn. Precies wat jij zegt. Ja, exclusiviteit. Ja, maar ook dat van die slechte eigenschappen... Nou, slechte, de mindere eigenschappen jou... Imperfectie maakt perfectie. 100% imperfectie precies. maakt perfectie. Precies. Dat maakt het zo mooi. Want dan kunnen we bouwen elkaar op. Precies. En dat is dus wat ik denk dat heel erg onderschat wordt aan 100%. Relaties, et cetera. 100%. Van als je iemand hebt die in sommige opzichten tegenovergestelde van jou is, bijvoorbeeld op sociaal vlak of wat dan ook, dan hoeft dat niet per se slecht te dat zijn. Dat is niet erg. Dat hoeft niet slecht te zijn. Hoeft dat niet slecht te zijn? Nee, zeker niet. Oh. Nee. Oh, wat een leuke... Heb je nou een kersttrui aan? Wat een leuke overhemd. Ja, ik voel me nu echt underdressed. Wil je weer even je moment pakken? Moet je daar even gaan staan? Podcast. Naast de heren. Oh, ik bijt niet. Anderhalve meter is geen ding meer. Hè? Nee, klopt. Nee. Dus dat is de camera daar. Ik vroeg het net aan Sylvan. Ja. En ik ga het gewoon aan jou vragen. Hoe zit jij in de liefde? Dat is niet heel relevant, denk ik. Maar ik ga er even vanuit dat je heteroseksueel bent. Bam. En dan, dan ga ik gewoon vragen, welke karaktereigenschap in een wifey, niet in een side peaky, nee, een wifey, vind jij echt belangrijk? Ja, gewoon groot. Ja, toch? Goed gesprek. En die dipt. Hij is gewoon weer weg. No cap. Ja, dat... Hey. Dat is ook wel... Dat is ook wel iets, ja. Dat in zichzelf is ook een karaktereigenschap, toch? Ik kan niet met die man, echt niet. Ik kan echt niet met hem. Ik ga het eens doen alsof, dat is het laatste wat ik had verwacht, hè? Ja, ik had echt flabbergasted, jongen. Vorige keer ook, zei hij... Ja, ik moet echt onwijs naar de poepen, dus ik ga er niet van door. Het laatste wat ik had verwacht, maar het is cool. Want ik respecteer zijn eerlijkheid. Oh. Ja, toch? Maar exclusiviteit en dan kijken naar ambitie. Ik weet inderdaad, dingen zijn, dat sluit mooi aan. Ja man, heb je zeker gelijk in. Ja, 100%. 100%. Bas. Gewoon die disclaimer. Al die tijd, meen ik niks. Bas. Gewoon Bas. Voor nu. Heb je ook nog een tijdsverloop van het Bas-contract? Ja, 21 zei je toch? Tot 21 verloopt jouw Bas-contract. Ik weet het niet, man. Jawel, ik weet het jawel. Niet. 21 moet je echt even gaan, man. Anders voel je het bij 50. Ben je niet meer vruchtbaar. Ja. En jij gaat het zo snel dood. Zoals het op je 50ste nog... Hey. Ik mag zeggen, jij niet. Als het op je 50ste nog lukt, dan ken je kinderen 5 jaar. Dan ben je weer weg. Dat moet je toch ook niet hebben? Ga ik al dood wanneer ze nog niet eens geboren zijn. Snap je? Dan had ik die 9 maanden niet. Nee, ik weet niet. Wat is voor jou dan een... Ja, weet ik echt niet. Goede leeftijd. Kijk, weet je, dit is gewoon echt serieus gezegd. Dus ik heb ook geen gezinnen gekloot. Dit is gewoon echt serieus gezegd. Als ik nu kijk naar mijn wekelijkse schema, dagelijkse schema. Als ik nu kijk naar mijn dagelijkse schema, wekelijkse schema, dan heb ik gewoon geen plek daarvoor. Mm. Mentaal niet eens. Mm. Laat staan, fysiek. Ja. Dus. Fysiek. Fysiek. Het is alsof je veel tijd nodig hebt voor fysiek, maar is cool. Zo bedoel ik het ook echt. Nee, ik snap. Nee, dat was een inkoop ik moest maken, maar ik snap je wel. Inderdaad, het leven, leven is druk. Maar als ik kijk naar die vraag die ze net stelde, dan denk ik gewoon niet dat ik daar plek voor heb. En als ik er dan tijd voor heb, dan ben ik te moe. En nu heb je alsof geen antwoord gegeven op mijn vraag. Dat is je vraag. Dat bedoel ik. Je moet altijd praten, maar je weet niet wat ik zeg. De vraag was welke leeftijd. Jij zegt ik ben druk. Welke leeftijd? Ja. Wat leeftijd is? Ja, ik heb druk. Ja, goed dat je druk hebt. Maar leeftijd, Hassan, leeftijd.
Ik weet niet. Want je zegt tegen mij, mijn bascontract moet sowieso op mijn 21ste verlopen. Die heb jij zelf gezegd. Heb ik dat gezegd? Ja, je hebt dat zelf gezegd. Zie, nee, dit doe jij altijd. Dan zeg je dingen en dan vervolgens drop je het. Echt? Ja, je moet staan voor waar je staat. Ik weet niet, cutting season begint 21, maar ik weet niet. Cutting season? Ja, lang verhaal. Lang verhaal. Ben benieuwd. Niet zo cutting, maar gewoon... Cool. Cool. Mijn leeftijd denk ik... Wanneer? Ook 21. 21 verloopt jouw bascontract? Maar kijk, het is verschillend. Want er zit een verschil tussen van zelf op zoek gaan en het gewoon op je af laten komen. Zie. Maar ik denk, ja... Ik, ja. Nee, maar oké. Ik weet echt niet. De hele op me af laten komen gaan we even aan de kant zetten. We gaan even doen dat je echt eentje moet binnenhengelen. Echt fixen moet je. Oké? Okay? Ja, 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 nee, ga gerust. Van welke leeftijd dan? Ik denk dat dan... als het binnen moet zijn, is dat je vraag? Ja. Ik voel me echt onder druk gezet om nu een goed antwoord te geven. En terecht. Als ik een leeftijd zou moeten noemen, rond de 25, 26 denk ik. 25, 26, dan moet het binnen zijn. Misschien, ja. Als dat kan. Dat vind ik een mooie leeftijd, ja. Ja. Een mooie leeftijd. Maar het punt is, ja, dan zit je er ook weer zo'n deadline aan. Ja, je moet er sowieso geen deadline aanzetten. Maar... 4 januari 2030 wil ik. Maar dat gezegd... Dat gezegd. Als je over de 30 bent, gaat richting de 40... Ja, en je hebt alsnog geen... Dan sterf je met je katten. Dan heb je geen, en je hebt geen liefde. Je sterft met je kat. Je sterft met je katten. Dan kan ik wel zeggen dat de tijd... Je sterft met je katten. Je gaat dood met je katten. Zou ik houden die katten niet eens van je? Je katten eet je op. Wat? Ja. Je gaat dood in je appartement. Je katten eet je op. Ik dacht dat je zei... Jij eet de katten op. Vast. Je wordt helemaal koekoe. Relax, Banjit. Ja, ik heb relax. Je erfenis. Relax, Banjit. Ik heb je erfenis. Dus. Ja, maar maakt me echt niet uit allemaal, man. Nee, ik zou niet weten dan eigenlijk. Ik vind 26, dan blijft het open einde. Zullen we dat doen? Zij gaan erin. Redelijk awkward. Krijg je een beetje privacy? Niet man. Eens. Zit hier fucking... Nou, maakt niet uit. Podcast. Oké, okay, ja. We gaan hem afsluiten. We sluiten hem af. To be continued dan, toch? Ja, vast. Altijd. Zeker. Hoeveel derde? Hoe is het? De derde al? De vierde? Nee, weet niet. Zal wel. Ja. Dat ken je niet, hè? Dan ben je overtroffen. Ik draai over uren. Ja, je draait over uren. Ik draai over uren. Ja, toch? Nee, dat is ook deze keer. Ik weet niet eens. We gaan kijken. Nou, we gaan het wel zien. Ik betaal. Hey, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Godit. Alle links staan in de bio en abonneer vooral. Doei. Abonneer. Nou, maar naar Goddam. Ik zou abonneren.